Gelderland is rijk aan erfgoed. Sterk afwisselende landschappen bepalen de identiteit van onze provincie. In die landschappen zien we rivieren, uitgestrekte bossen, stoere kastelen en een grote verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren. In de Schatkist van Gelderland gaan we met het Gelders Landschap en Kastelen op zoek naar de mooiste parels van de provincie. Vandaag starten we op het Wekeromse Zand tussen Barneveld en Otterlo. Al in de middeleeuwen woonden hier kleine boeren die probeerden een bestaan op te bouwen op de schrale grond. Ze lieten hun schapen grazen op de heide en schraapten er de bovenste laag af voor hun stallen. Door dit intensieve gebruik kreeg de wind vrij spel en ontstonden er grote vlaktes met stuivend zand. Van oudsher leefden er op dat zand vele wilde planten en dieren, waaronder bijzondere reptielen, zoals bijvoorbeeld de zandhagedis. Het is nog vrij vroeg in de ochtend. Het is nog een beetje koel, maar de zon nu wordt al wel steeds warmer. Dat is het ideale moment om op zoek te gaan naar de zandhagedis. Een zandhagedis is een reptiel. En zij hebben de zonnewarmte echt nodig om actief te worden. Dus wat zij doen in de ochtend is dat ze een zonnige plek opzoeken. En dan warmen ze zich op. Nou, je ziet hier van die hele mooie open plekjes. En dat zijn ideale plekjes voor de zandhagedis om op te warmen. Als je op zoek gaat naar de zandhagedis moet je altijd opletten dat je niet met je schaduw over de zandhagedis heen komt. Want daar schrikken ze heel erg van. Nou ja, wat zijn nou ideale plekken voor een zandhagedis om zich op te houden? Ze houden echt van een hele structuurrijke vegetatie. En als je hier om je heen kijkt, zie je dat er oude heideplanten zijn, wat jongere heideplanten, hele mooie open stukjes, een beetje gras. Maar zo aan de randen zijn ook plekken echt met open zand. En die stukjes met open zand die zijn juist heel belangrijk ook weer voor de vrouwtjes. Want daar leggen ze hun eitjes in en die kunnen daar mooi opwarmen. Kijk, dit is ook echt een ideale plek voor de zandhagedis. De zon die komt nu van achter en die schijnt heel mooi hier op het zand. En dat zand dat warmt lekker op. Dus dit is echt een plek waar je de zandhagedis goed zou kunnen vinden. Kijk, hier onder deze heidepol. Daar zie je een zandhagedis zitten. En zo te zien is het een vrouwtje. En zandhagedissen kan je heel goed herkennen. Doordat ze op hun rug een hele duidelijke donkere band hebben. En aan weerszijden hebben ze een wat lichtere band. Wat ook heel kenmerkend is voor de zandhagedis zijn de oogvlekjes. En dat zijn crèmekleurige vlekjes. Met een donker randje eromheen. Nou, dit is het vrouwtje, die is vrij bruin. En de mannetjes die zijn, zeker in de paartijd, deze tijd, ontzettend groen. Vooral hun kop en ook de flanken, die kleuren ontzettend mooi groen. Zandhagedissen die houden een winterslaap. En zo april, dan komen ze op een gegeven moment uit hun winterslaap. Dan gaan de mannetjes op zoek naar de vrouwtjes. De paartijd die breekt aan. Op een gegeven moment moet het vrouwtje ook haar eitjes gaan afzetten, gaan leggen. En daarvoor zoekt ze een mooi warm plekje in de zon op. Vaak zijn dat plekken die maximaal een meter bij een stukje begroeiing af zijn. En daar graaft ze een holletje van 5 à 10 centimeter en daar legt ze haar eitjes in. En de zon die doet eigenlijk de rest van het werk. Want de ontwikkeling van de hagedisjes is echt afhankelijk van de zonnewarmte. Zand dat warmt in de zon. Heel mooi op. En als je een hele warme zomer hebt, kan het zijn dat de eitjes binnen 2 maanden al helemaal ontwikkeld zijn. Hè? Dat dus de kleine zandhagedisjes eruit komen. Ongeveer 6 centimeter lang, dat is nog vrij klein. Dus je kunt je voorstellen dat zo'n zandhagedisje ook weer gauw de beschutting op moet zoeken. Want er zijn ook allerlei predatoren
Hier heb je bijvoorbeeld roofvogels. Denk aan de torenvalk of de buizerd. Ja, die ziet zo'n zandhagedis natuurlijk als een lekker snackje. Dus als kleine zandhagedis moet je wel de beschutting op kunnen zoeken. Als je nou een hele koele zomer hebt, dan kan het zijn dat het bijvoorbeeld 3 maanden duurt voordat de zandhagedisjes uitkomen. Dus de ontwikkeling van de eieren van de zandhagedis is afhankelijk van de zonnewarmte. En dat vind ik eigenlijk wel een heel bijzonder fenomeen. Zandhagedissen eten voornamelijk geleedpotigen. Het is een beetje afhankelijk van het seizoen. Maar ze eten graag spinnen, kevertjes, sprinkhanen, maar ook rupsjes of vlinders. Nou ja, net eigenlijk wat er voorhanden is. Beekeromse Zand is een prachtige plek natuurlijk om te wandelen en om te struinen, zeker op die open zandvlaktes. Maar deze paden, gebruik deze om over te wandelen, want daarmee verstoor je zo min mogelijk. Maar wat we zien is dat mensen zelf paadjes gaan maken. Als je hier aan deze kant kijkt, zie je hier behoorlijk wat vegetatie. Maar je ziet langzamerhand ook kleine paadjes ontstaan. En dit zijn nou juist de gebieden waar die zandhagedis zit. De overgangsgebieden tussen zand, bos, struweel. En als je zelf hier doorheen gaat wandelen, verstoor je die zandhagedis gewoon enorm. Je kan ze vertrappen, maar op sommige plekjes in het zand waar het vrouwtje misschien de eitjes heeft gelegd, kun je zelfs ook de eitjes vertrappen. En één persoon die er overheen loopt, dat is nog tot daar aan toe. Maar we merken gewoon dat het steeds drukker en drukker wordt. En op een gegeven moment wordt het gewoon te veel. En staan wij voor de keuze, wat gaan wij hiermee doen? Wij willen natuurlijk de mensen gewoon heel erg graag laten genieten van die mooie natuur. Maar we moeten ook deze mooie natuur beschermen en ervoor zorgen dat deze kwetsbare soorten niet ten onder gaat aan te veel recreanten in dit gebied. We zijn dus heel druk bezig met die zonering en te kijken wat we hiermee kunnen doen. Maar tot die tijd wil ik echt iedereen oproepen om zoveel mogelijk gewoon op deze grote zandpaden te blijven. Dus kom je vanaf het zand, neem zo'n groot zandpad en ga niet zelf struinen en zelf paadjes maken door en om deze vegetatie heen. Want die is gewoon ontzettend kwetsbaar. We hebben gewoon als taak om deze kwetsbare natuur te beschermen, zodat wij ook met z'n allen kunnen blijven genieten van deze mooie natuur. De volgende parel vinden we in Vaassen op de Noord-Veluwe. Daar staat Kasteel Cannenburgh. Kasteel Cannenburgh wordt meestal in één adem genoemd met de beroemde veldheer Marten van Rossum. Hij bouwde in de 16e eeuw op de resten van een oude kasteel een slot met stenen zuilen, frontons en beeldhouwwerk aan de gevels. Daarmee introduceerde hij de renaissance-stijl in Gelderland. Zijn erfgename, de Van Isendorens, maakte in de 17e en de 18e eeuw het werk af. Je ziet op de Cannenburgh een grote kwartierstaat hangen van Albert van Isendoorn. En dat was het eerste schilderij wat we in bruikleen kregen op kasteel Cannenburgh. Je moet je voorstellen dat het hele kasteel leeg was. De oorspronkelijke inboedel was al lang verdwenen. En we wilden het laten zien, kasteel Cannenburgh, alsof het bewoond was. Als een bewoond edelmanshuis. Dus daar hadden we heel veel inboedel voor nodig. De directeur destijds die heeft een oproep gedaan onder onze achterban, particulieren. Hij zei van, als jullie verhuizen en nog stukken over hebben, dan kunnen we het op de Cannenburgh goed gebruiken. En zo is het kasteel ingericht. Dankzij particulieren, bruiklenen en schenkingen. Kasteel Cannenburgh is het eerste kasteel wat we gingen openstellen voor het publiek. En hier kwamen de eerste bruiklenen en schenkingen dus binnen. En daarom zijn op kasteel Cannenburgh ook onze depots te vinden. Daar is de voorraad te vinden waaruit we putten als we kastelen gaan inrichten. En een van de depots hier op kasteel Cannenburgh is het serviezendepot, waar serviezen uit alle tijden staan uitgestald. Serviezen in allerlei kleur, maat en vorm. En een hele voorraad dus waarmee we op alle kastelen tafels kunnen dekken en mooi pronkporselein kunnen laten zien.
Aanvankelijk in de middeleeuwen wordt er nog eigenlijk nauwelijks tafel gedekt zoals we dat tegenwoordig doen. Er werd nog heel veel gegeten uit gezamenlijke kroezen en schalen. En het was zeker nog niet zo dat iedereen een eigen bord had. En als er borden waren, waren ze meestal van hout of heel eenvoudig aardewerk. En dan later komt de tin op tafel. Je moet je voorstellen dat zulke tinnen borden dan helemaal geschuurd, gepolijst haast werden, glimmend eruit zagen, bijna als zilver. In die tijd lag er nog steeds geen bestek op tafel, zoals we dat tegenwoordig doen. Het was nog gebruikelijk dat mensen hun eigen bestek meenamen. Je had dit soort besteksets die mee konden op reis. Nou, dan in 1602 komt het eerste porselein met de VOC mee. Blauwe, witte schotels en schalen. En je kunt je voorstellen dat het een revolutie was, dat er ineens kleur op tafel kwam. Het is een heel ander uiterlijk wat je dan op tafel krijgt. En in de 18e eeuw zie je dan dat het veel makkelijker verkrijgbaar wordt en dat er grote serviezen gaan ontstaan. Complete serviezen, niet alleen borden, maar schalen, terrines, schotels, alles wat er bij een gedekte tafel hoort. En dan kun je voor het eerst in een gedekte tafel heel uniform met dat porselein een mooie uitstalling gaan maken en een mooie tafel gaan dekken. En daarmee laat je natuurlijk weer je rijkdom zien. En het mooiste is natuurlijk als we de tafel kunnen dekken met het servies wat echt van de familie afkomstig is. En hier op kasteel Cannenburg hebben we op tafel staan het servies van de familie van Isendoorn, wat we hebben kunnen thuisbrengen, ook weer dankzij een particuliere gift. We zijn hier in het porselein. Kabinet, een klein vertrekje waarin de hele rijke verzameling uitgestald werd. In de vroege 18e eeuw was hier zo'n verzameling van Oosters porselein, blauw-wit porselein, uitgestald aan de wanden. Het gaat daarbij om de symmetrie. Het is heel belangrijk om grote stukken te kunnen tonen, maar ook in strakke symmetrische opstelling. We zien hier siervazen, we zien pullen, we zien schenkkannen en daartussenin ook de gewone botervlootjes, de theepotten. De klapmutskommen, ze zijn er allemaal. Op de Cannenburg zie je dat Gelders Landschap en Kastelen daarin geslaagd is om die adellijke wooncultuur te presenteren en beleefbaar te maken voor het publiek. En je ziet ook dat we dat niet zelf kunnen, niet alleen, maar dat we daar heel veel mensen bij nodig hebben. We hebben daar bruikleengevers bij nodig, schenkers, mensen die legaten geven. En we hebben vooral ook onze vrijwilligers nodig die de basis vormen voor het onderhoud van ons rijke bezit. De Cannenburg is het hele jaar open voor publiek. Kijk voor meer informatie op glk.nl. In het rivierengebied vinden we langs de Waal het oude landgoed Brakel. Landgoed Brakel is ontstaan rond een oorspronkelijk kasteel dat vermoedelijk al uit het jaar 1870 stamt. Dit kasteel werd in 1762 vernietigd door de Fransen. Een paar jaar later werd het huidige Huis Brakel gebouwd. In 1809 kwam het landgoed in bezit van Wilhelmus van Dam. Hij liet een parkbos aanleggen in de zogeheten landschapsstijl, waarbij het uitgangspunt sterk romantisch en nostalgisch was. Men probeerde een ideale, natuurlijke buitenruimte te scheppen, waarin de wandelaar steeds verrast werd en werd uitgenodigd tot bezinning. Willem van Dam was een nostalgische en een poëtische man. Dat zien we ook terug in het landgoed. Hij had een ruïne, die van het kasteel. En die had hij midden op een eiland had hij gemaakt. En dat was dan een romantisch deel in het landgoed. Dit romantische zie je ook terug in de slingerpaden in het oude deel. Slingerpaden met platanen, je ziet eiken, je ziet essen, je ziet de paardenkastanje. En dat is toch een romantisch effect in het oude deel. Het nieuwe deel hebben we in de jaren 70 van de vorige eeuw hebben we aangelegd. Met als doel een multifunctioneel bos. Maar met ook open vlaktes, open weides daarin. Zicht als waterpartijen. We hebben daar ook een boomgaard aangelegd met appel, peer, pruimen. We hebben ook een oude moestuin in het landgoed liggen. En dit alles maakt het landgoed helemaal compleet. Na een mooie wandeling door het hele landgoed komen we op deze brug terecht. En dan kijk
Het mooie plaatje van Wilhelmus van Dam, wat hij altijd zei van ons, het romantisch middelpunt van het landgoed. Maar moet je zien wat een leuk bouwwerk. Twee hoektorens die nog aanwezig zijn. De gracht die je ziet, de eenden die we zien en we horen, de vogels. Niet voor niks dat op een gegeven moment Wilhelmus van Dam dat het middelpunt van het landgoed, het romantisch middelpunt van het landgoed noemde. Het is gewoon een schilderachtig plaatje. Om het oude en het nieuwe deel goed te kunnen behouden, heeft het weer voldoende aandacht en inzet nodig. We moeten met name het beheer van de wandelpaden, de boomgaarden, de graslanden, de speelweides. Daar moet je toch het nodige energie in stoppen. En je moet ook met de middelen die we hebben niet altijd evenveel middelen, moeten we toch zien te realiseren. We zijn trots op het ontwerpplan wat er ligt voor de omgeving van Huis Brakel. Het is nu nog een tuin met een vijver aan de voorzijde en een evenemententerrein. We willen er dadelijk een natuurlijke tuin van maken met natuurlijke beschoeiing van de vijver. We willen de vijver uitbaggeren. We willen het steeds mooier en aantrekkelijker maken rondom Huis Brakel. We staan hier in de oude moestuin van Landgoed Brakel. De moestuin wordt volledig gerund door twee vrijwilligers, de heer en mevrouw Ermstrang. Het leuke is op een gegeven moment van, het is alles door stekken verkregen. Dus we hebben er geen geld in hoeven te stoppen en het is allemaal gewoon gekregen spul. Ze noemen het ook wel eens de gevoelstuin wat we hier hebben. Eerst was het een gebruikstuin en nu is het echt een gevoelstuin. Dit park staat bekend om de openheid. Het belang is dat de mensen hier kunnen genieten, dat ze hier kunnen rondlopen, kunnen luieren bij lekker weer. Het leuke is dat het, voorheen was het ook zo. Het bos is natuurlijk en tijdloos. Misschien zijn die oude landschappen ook wel goed voor de mensen om hectiek los te laten. En ik nodig mensen uit om eens een keer een kijkje te komen nemen. Het landgoed is dagelijks open voor wandelaars en fietsers van zonsopkomst tot zonsondergang. Kijk voor meer informatie over de openingstijden van de moestuin op glk.nl. Voor onze laatste parel zijn we op landgoed Mariëndal bij Arnhem. In 1939 ontving de stichting een opvallend geschenk. Mevrouw De Bruin van Leden, eigenaresse van Villa Dreierheide in Oosterbeek, schonk het landgoed anoniem een kapel, de zogeheten Christuskoepel. De kapel werd ontworpen door de Amsterdamse architect Alexander Kropholler. De spreuk boven de ingang betekent: verheft uw hart. De Christuskoepel op landgoed Mariëndal staat prachtig te blinken in de zon. Huis Mariëndal staat helemaal onderaan in het dal. En als je vanuit het huis naar boven loopt, via de vele paden die naar dit punt toekomen, dan zie je ook dat de Christuskoepel op het allerhoogste punt van het landgoed staat. Mevrouw De Bruin van Leden, die de kapel schonk, werd geïnspireerd door een toespraak van koningin Wilhelmina, waarin zij burgers opriep tot morele en geestelijke herbewapening. Heel bijzonder hebben mij daarom de mededelingen en berichten verblijd ter gedachte van geestelijke en morele herbewapening in groter verband met wegcijfering van hetgeen dreigt te scheiden en vooropstelling van een brede gemeenschapsgedachte. De koningin wilde een tegenwicht bieden aan de totalitaire, fascistische en communistische ideologieën die eind jaren 30 in opkomst waren. Helaas waren deze ontwikkelingen niet te stoppen. Het belangrijkste idee was om de harten en de geest van de mensen te verheffen. De koepel is opgeleverd op 9 mei 1940. Een dag later brak de Tweede Wereldoorlog uit. Dat was een tijd waarin mensen bang waren en eigenlijk op zoek waren naar rust en bezinning. We staan hier midden in de Christuskoepel op landgoed Mariëndal. En in het midden van deze koepel staat het beeld van Christus, de beeldenis, de figuur Christus. En het staat op een sokkel met een prachtig opschrift, Christus voor alles. Het beeld van Christus is omringd door 7 beelden,
De beelden zijn gemaakt door Mari Andriessen, bekend van de dokwerker in Amsterdam. En de beelden verbeelden eigenlijk de deugden. De zeven deugden. Geloof, hoop, liefde, rechtvaardigheid, sterkte, gematigdheid en voorzichtigheid. Dat waren eigenlijk de deugden die juist eind jaren 30 bedreigd werden, flink bedreigd werden, mag ik wel zeggen. Je ziet ook het alziend oog. Dat staat voor, dat is het christelijke symbool voor de alomtegenwoordigheid van Christus. Om het alziend oog staat een driehoek en dat staat voor de drie eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Gelders Landschap heeft de plek opengemaakt. Het is een lichte, open plek geworden. We willen ook een hek aanbrengen wat transparanter is dan het hekwerk wat er nu is. Helaas kunnen we niet zonder. Om het bijzondere interieur te bewaren, zullen we een hekwerk moeten plaatsen. Maar het nieuwe hekwerk wordt transparanter, zodat je de beeldengroep en het beeld van Christus van buitenaf veel beter kunt beleven. De betekenis van een koepel op landgoed Mariëndaal is voor ons heel belangrijk. Op landgoed Mariëndaal staan een aantal religieuze monumenten waarvan de Christuskoepel er één is. Wij vinden het belangrijk om in deze toch wat rumoerige en bange tijden een plek te hebben waar mensen bij stil kunnen staan. En even de rust kunnen vinden en zich ook even kunnen bezinnen. Ik zou willen zeggen tegen wandelaars, loop naar boven, neem een van de paden die leiden tot de Christuskoepel en kom even stilstaan bij deze prachtige Christuskoepel. Landgoed Mariëndaal is dagelijks vrij toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang. Kijk voor meer informatie op glk.nl. In deze aflevering van de Schatkist van Gelderland zochten we op het Veluwse stuifzand naar de zandhagedis. We bewonderden de serviezen op landgoed Kannenburg. We zwierven over landgoed Brakel. En tot slot kwamen we tot rust op landgoed Mariëndaal. Wilt u zelf ook op ontdekkingstocht? Alle informatie over openingstijden vindt u op de website van Gelders Landschap en Kastelen. Morgen is er weer een aflevering van de Schatkist van Gelderland, waarin we zwerven langs de mooiste parels van onze provincie.